Ja, wel heel spannend. Ik vind het echt superleuk, maar het begint nu wel echt spannend te worden. Met alle voorbereidingen voor vanavond. Voor mij, vooral om nieuwe mensen te leren kennen, heb ik meegedaan. We gaan zo meteen catwalklessen krijgen. Dus ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dus dat was voor mij ja, het grote ding. Dus eigenlijk heb ik al gevonden. Nou, we gaan 3 rondes lopen op de catwalk. En daarvoor zitten we nu in de haar en make-up. En we hebben zelf kleding en dat gaan we presenteren. Hoe was de catwalk training voor jou hier op de officiële loper? Ja, eigenlijk is het een beetje verwarrend soms. Je leert helemaal opnieuw lopen, maar volgens mij gaat het wel goed komen. Niet al te veel over nadenken en gewoon knallen. Nou, we hadden die catwalk training eerst aan de andere kant, maar nu dat het hier is, zeg maar, dan komt het wel even wat dichterbij hoor. Ja, het hangt een beetje van de volgorde af. Als hij eerder komt en ik kan even stiekem bij hem spieken hoe goed de teaser is, dan gooi ik er ook eentje in en anders hou ik het toch bij mezelf. Tof ervaring. Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Ja, ik vind het toch altijd een beetje lastig als honderden mensen naar me kijken. Maar de tweede run ja, voelde ik me toch wel echt lekker in mijn vel. Dus ja, echt een toffe ervaring om mee te maken. Absoluut. Nou, ik heb de hele tijd gezegd dicht bij mezelf blijven. Dus ook dat ga ik nu weer doen. Ik ga de grootste glimlach die ik heb opzetten. En lopen alsof ik al 20 jaar een model ben. Ik heb natuurlijk mijn leukste jurkje uit de kast gehad, zoals je ziet. En ja, gewoon lachen naar de jury en een beetje knipogen. Dan komt alles wel goed. Ja, klopt. Ik dacht, ik doe mijn pruik op. Het was eigen thema en ik ga altijd uit met mijn pruik. Dus ik dacht, ja, hij moet wel mee vandaag. Eigenlijk vond ik het super kicken. Ik was heel nerveus van tevoren, maar er hangt een goede sfeer. Het publiek is enthousiast. Het is echt super leuk. Ik ben op en top Leeuwarden. En daarom denk ik dat ik ideaal een gezicht voor ben. Ik ga de laatste ronde gewoon heel erg mijn best doen. En gewoon zoveel mogelijk uitstraling geven en gewoon ervan genieten. Elze! Elze, kom naar voren. Kom naar me toe, lieverd. Guido! De tweede winnares van Beauty and the Best is geworden.